Hey, welkom bij een nieuwe video. En in deze video wil ik gewoon even een informatieve video gaan doen. Waarbij ik gewoon even een sit-down video heb. Om ten eerste gewoon weer even goede tips te kunnen geven waar jullie wat aan kunnen hebben. Maar als tweede gaan Renske en ik met een paar vrienden van ons over een paar dagen naar Spanje toe. Naar Zuid-Spanje. Even een beetje de zon opzoeken. Dus ik dacht even een extra, toch een beetje makkelijke video voor mij om te maken. Om ervoor te zorgen dat de YouTube video's gewoon lekker door vooruit kunnen blijven plannen. Maar in deze video wil ik het in ieder geval gaan hebben over 5 grote tips die je kunnen helpen om vet te verliezen. In het algemeen gewoon fit te worden of je gezondheid en energielevel te verbeteren. Dus maar net wat jouw doelen zijn. Maar deze tips zijn in ieder geval voor alle 5 enorm waardevol. Dus als je meteen al wat aan de video hebt, geef een like achterlaten en te abonneren op het kanaal. En dan beginnen de video. Oké, en voordat we met de 5 tips gaan beginnen, heb ik ook nog even wat anders tofs. En dat is namelijk een voedingslijst die je gewoon gratis kan ontvangen. Waarbij je gewoon heel overzichtelijk hebt van oké, wat zijn nou alle dingen qua voeding wat ik kan eten om vet te verliezen en om fit te worden. Wat zijn dingen wat ik wat minder vaak wil eten en wat zijn wat dingen die ik liever wil voorkomen. Want uiteindelijk, je voeding bepaalt natuurlijk voor een heel groot deel hoe makkelijk jij vet gaat verliezen. Hoe fit jij je voelt, hoeveel energie jij hebt. Dus met deze voedingslijst weet ik zeker dat het in ieder geval verder zou kunnen helpen nog naast de tips die ik ga geven. Dus als je die wil ontvangen, dan kun je me gewoon een Instagram bericht sturen naar Instagram Tom Tuning. Dan kun je me gewoon even een DM sturen met voeding en dan zorg ik ervoor dat je gewoon de gratis voedingslijst gaat ontvangen. Dus dat gezegd hebben, laten we beginnen met de tips en we beginnen met tip nummer 1 en dat is echt met het focus op eiwitten houden. Eiwitten zijn natuurlijk altijd heel erg belangrijk voor het herstellen van je spieren bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat jij natuurlijk goed blijft herstellen en de spiergroei kan realiseren. Nou ja, wanneer jij minder calorieën gaat eten, omdat jij bijvoorbeeld wilt gaan vet verliezen, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat jouw spieren nog steeds optimaal blijven herstellen. Dus dan is het wel heel erg belangrijk om in ieder geval die 1,8 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht te halen op een dag. Dus focus vooral op het stukje, oké, de totale eiwitten op de dag. Maar daarbij zou ik ook zeggen van oké, kijk of je bij elke maaltijd of elke snack iets van eiwitten kan binnenkrijgen. Om ervoor te zorgen dat jij dus in ieder geval ook die totale eiwitten gaat halen. Maar daarnaast, wanneer jij bijvoorbeeld eiwitten eet bij een maaltijd, is de kans ook veel groter dat jij langer verzadigd bent dan wanneer je alleen koolhydraten of alleen vetten zou eten. Dus het zorgt ook voor dat jouw gevuld gevoel gewoon goed blijft. Wat natuurlijk ook weer heel erg helpt bij het minder eten. Als je continu honger hebt, dan is het ook even een stuk lastiger natuurlijk om daarin dat vol te blijven houden. Maar daarnaast, als jij een eiwitrijke maaltijd eet, dan neem je het wat langzamer op, waardoor ook jouw energielevel een stuk constanter blijft na de maaltijd. Dus niet dat je met energieschommelingen over de dag heen gaat zitten. Dus zowel goed voor je energielevel als voor een gevuld gevoel, als voor natuurlijk je spierherstel. Dus zorg ervoor dat je daar in ieder geval altijd de focus op blijft houden. En de tweede tip is om te focussen op voeding met een hoog volume. Dus wat eigenlijk best wel een grote portie is, maar relatief weinig calorieën bevat. En een van mijn een van mijn favorieten hiervan zijn smoothies, omdat je die namelijk lekker groot kan maken met best wel veel volume dus, dat je gewoon goed gevuld blijft zitten, maar die je best wel laag in calorieën kan maken. Op het moment maak ik bijvoorbeeld smoothies met alleen bevroren blauwe bessen, doe ik er dan wat eiwitpoeder bij, maak ik het met water en vul ik het vaak ook nog aan met een beetje spinazie of courgette of iets van groente, om net nog even wat frisser te maken en daarnaast nog wat extra vitamines en volume dus toe te voegen. Dus dat kan in ieder geval een manier zijn waarbij je best wel een grote maaltijd hebt voor maar iets van 200 calorieën, misschien 250 calorieën. En dan moet je misschien even net even de toppings weglaten, zoals met banaan en notenboter en allemaal dingen wat je natuurlijk extra kan toevoegen. Maar het doel is natuurlijk veel volume, dat het goed vult, maar dat de calorieën wat lager liggen. Dit kan je eigenlijk bij alle maaltijden doen waar je natuurlijk ook gewoon groenten of fruit kan toevoegen. Ook met bijvoorbeeld lage calorieën of met magere zuivel, zoals magere kwark of magere yoghurt, heb je ook in het algemeen best wel veel volume voor lagere calorieën. En dat zijn dus ook vaak dingen die handig zijn om te eten. En als je nog gaat verlagen voor magere zuivel, zitten die ook nog wat hoger in eiwitten, wat natuurlijk helemaal top is. En de derde tip is om daarom ook juist uit te kijken voor koolhydraten, vooral simpele koolhydraten of
vetten. En daarbij bedoel ik zowel gezonde vetten als ongezonde vetten. Want je hebt natuurlijk onverzadigde vetten die gezond zijn, zoals met noten. En daarbij heb je natuurlijk andere dingen, oliën, zaden. En die zijn in principe hartstikke goed voor je gezondheid en hartstikke goed om te eten. Alleen zitten vetten gewoon een stuk hoger in calorieën, terwijl ze vaak niet heel erg goed vullen. Dus ook wanneer we kijken naar notenboters en noten, daar kan je met een klein handje toch al snel een paar honderd calorieën hebben. Terwijl je na dat handje nog misschien best wel zin hebt om iets anders te eten. Hetzelfde is een beetje wanneer je kijkt naar simpele koolhydraten, zoals gedroogd fruit of iets in die richting, of broodbeleg zoals jam. Dat zijn dingen dat je best wel snel kan aantikken, wat suikers bevat, maar niet per se heel erg lang vult en je echt een gevuld gevoel geeft. En als je daar niet heel erg op let, dan kan het zo zijn dat je alsnog gezond aan het eten bent. Dus je bent nog steeds hartstikke goed bezig met smoothies, met als topping nog wat rozijnen of nog wat noten en nog wat zaden. Wat allemaal gezonde dingen zijn, maar dat je toch in het algemeen best wel hoog in calorieën gaat komen in die dag. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat jij een calorie tekort hanteert om vet te verliezen. En is het niet alleen maar goed om te focussen op, oké, ik wil zo gezond mogelijk eten. Want als je heel veel noten gaat eten, heel veel vette vis gaat eten, dan kan het alsnog zijn dat je hoger in calorieën zit en dus niet vet gaat verliezen. Dus pas een beetje op met juist ook die gezonde producten die heel goed zijn, maar natuurlijk ook met de ongezonde vetten, met taart en weet ik veel wat. Maar dat zijn een beetje de inkoppertjes waarvan we allemaal wel weten dat het niet heel erg handig is om te eten als je vet wilt verliezen, fitter wilt worden of je energie wilt verhogen. En de vierde tip is iets wat ik elke keer doe als ik naar de zomer toe ga en ik wil weer even een paar kilo in vet verliezen. En dat is namelijk intermittent fasting. En dat heb je waarschijnlijk al vaker in mijn video's voorbij horen komen. Maar het is heel simpel gezegd dat jij niet een hele dag maaltijden aan het eten bent, maar dat je de tijd dat je eet gaat beperken in een bepaald tijdsframe. En meestal is 8 uur gebruikelijk, maar je kan het ook voor 10 uur doen. Dus stel dat jij van 12 uur in de middag tot 8 uur in de avond gaat eten, dan is dat eigenlijk de enige periode dat je aan het eten bent. En de andere 16 uur van de dag ben je dus aan het vasten, oftewel niet aan het eten. Nou ja, de voordelen zijn vooral voor het vetverliezen dat je gewoon een veel minder lange periode aan het eten bent, waardoor je ook veel makkelijker in een calorietekort kan gaan zitten. Als jij in de ochtend gelijk begint om 7 uur met een ontbijt, is het natuurlijk logisch dat je al gelijk al wat calorieën eet en misschien eet je om 11 uur weer een snack en dan eet je weer de lunch. Dan is het makkelijker om hoger in calorieën te zitten. Terwijl als je zegt van oké, ik eet maar 8 uur in een dag, dan is het best wel makkelijk om te zeggen oké, ik eet maar 3 maaltijden en daardoor kan ik ook in calorieën wat lager zitten. Betekent niet dat je natuurlijk alles kan eten wat je wil in die 8 uur, maar het is een stuk makkelijker om in een calorie tekort te komen om vet te verliezen. Ook merk ik dat ik in de ochtend heel erg goed kan focussen wanneer ik aan het vasten ben. Ook omdat ik gewoon veel water drink en misschien een kopje koffie drink. Ook omdat het heel erg belangrijk is om dat hongergevoel een beetje te onderdrukken natuurlijk. Want als je en helemaal niks eet, dan is het wel heel belangrijk om juist veel te blijven drinken. Maar daardoor merk ik dat ik ook gewoon heel erg makkelijk kan focussen op mijn werk. En vooral in die eerste uren van het werken is het gewoon super handig eigenlijk. En bespaar ik ook nog wat tijd doordat ik wat minder maaltijden hoef te maken over de dag heen. Dus intermittent fasting is iets wat ik eigenlijk elke zomer altijd doe. En dan maak ik mezelf eigenlijk best wel makkelijk, omdat ik in de winter gewoon wat meer ga ontbijten. En als ik naar de zomer toe ga, dan ga ik gewoon langzaam de maaltijden weer wat uitstellen naar 10 uur in de ochtend, 11 uur in de ochtend. En nu eet ik meestal mijn maaltijden een beetje rond 12 uur. En als ik echt een beetje wat verder ben, kan ik het zelfs gaan uitstellen naar een uurtje of 1. Maar dat kijk ik altijd een beetje aan per drooggetrainperiode en hoeveel ik ook wil vet verliezen. En de vijfde en laatste tip is om jouw dagelijks te wegen, maar niet als enige tool te gebruiken. Want ten eerste weten jullie waarschijnlijk al dat je gewicht heel erg kan schommelen over de dagen heen en over de weken heen. En dat is heel erg logisch, want dat betekent niet dat je de ene dag gelijk meer vet hebt en de andere dag gelijk weer wat minder vet hebt. Nee, je gewicht wordt gewoon door zoveel dingen beïnvloed. Hoe laat je hebt gegeten de dag van tevoren, hoeveel je hebt gedronken, hoeveel je hebt bewogen, hoeveel zout je hebt gegeten, hoeveel glycogeen er in je spieren zitten. Dus heel veel variabelen beïnvloeden jouw gewicht. En daarom is het wel belangrijk om jou in ieder geval 3 keer in de week, maar ik zou zelfs zeggen dagelijks te wegen, zodat je al die variabelen een beetje eruit gaat halen. Als je maar 1 keer in de week zou wegen, dan kan het ene week net op een punt zitten en de andere week net opeens heel erg laag zitten of tegenovergesteld. En dan lijkt dat je opeens of een kilo bent aangekomen of een kilo bent afgevallen, terwijl je toevallig net even die schommelingen in je gewicht hebt. Dus wanneer je dat dagelijks doet,
dan zie je die kleine schommelingen en dan kan je uiteindelijk ook kijken van oké, wat is het gemiddelde van week 1 en wat is het gemiddelde van week 2. En dan zie je dus dat daarin een bepaalde lijn omlaag zou moeten gaan natuurlijk. Daarbij is het wel goed om niet alleen op gewicht te focussen, want wanneer je bijvoorbeeld focust ook op spiermassa opbouwen en jij traint nog maar 1 jaar of 2 jaar of je wilt net gaan sporten, of nu in het geval van de lockdown dat je even een break hebt gehad met echt zwaar trainen en dan weer opnieuw de sportschool zo meteen in kan gaan, dan kan het natuurlijk dat je best wel wat spiermassa aan het opbouwen ondertussen en dan is gewicht alleen niet genoeg, want ja, als je spiermassa opbouwt word je daarin ook weer wat zwaarder. Dus ik zou zeggen, gebruik ook andere tools. Ik gebruik zelf altijd progressiefilmpjes, progressiefoto's, maar daarbij kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld een vetpercentage meting doen. Ik heb dan een weegschaal die dat aangeeft, maar je kan bijvoorbeeld ook met een huidplooimeting of een andere doen. Het maakt niet heel erg veel uit welke je doet en weet dat ze allemaal een beetje kunnen verschillen van elkaar. Maar weet in ieder geval dat je wel steeds dezelfde wil gebruiken. Want bijvoorbeeld met mijn weegschaal, dan is die vaak wat hoger dan wat het in het echt is. Nu zit ik bijvoorbeeld net in de 15%, terwijl ik weet dat ik meer richting de 13% zou zitten op het moment, of 14% misschien. Maar wanneer ik dan naar een andere meting ga waar ik juist een stuk lager zit, dan geeft het natuurlijk een beetje een vertekend beeld. Dus weet in ieder geval, kies gewoon één methode en die kan je natuurlijk daarna gewoon aanhouden, zodat je in ieder geval weet wat de progressie daarin is. Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om gewoon je lichaammetingen te gaan doen. Dus bijvoorbeeld bij je navel of bij je armen. Dat je daarin ook weet van oké, ik heb nu zoveel centimeter bij mijn navel. En een paar weken of een paar maanden later is het zoveel centimeter afgenomen. Dus dan heb je naast het wegen nog even net even wat andere methodes om je progressie bij te houden. Nogmaals, omdat gewicht niet het enige is waar je op wilt letten. Maar uiteindelijk hoe je eruit ziet en hoe je voelt is natuurlijk het allerbelangrijkste. En is ja, de weegschaal natuurlijk gewoon maar één ding wat je extra kan gebruiken. Dus dat is in ieder geval even de 5 tips om vet te verliezen, je fitter te voelen en daarbij ook gewoon je energie te verhogen om gewoon lekker die zomer in te gaan. Of het nou sportscholen nou binnenkort nou eindelijk echt open gaan of niet, deze kan je in ieder geval altijd meenemen. En als je daarnaast dus die voedingslijst wil ontvangen, dan kan je dus voeding sturen naar mijn Instagram, gewoon Tom Tuning. Als je er toch bent, kan je me net zo goed even volgen. Ik bedoel, daar deel ik ook gratis content. Het zal alleen maar helemaal tof zijn om daar ook te connecten. En voor nu in ieder geval, thanks voor het kijken. Vergeet niet even een like achtergelaten en te abonneren op het kanaal. En laat me ook even weten, heb jij nog tips voor andere mensen die je hier aan toe te voegen hebt? Dan weet ik in ieder geval ook van, weet je, misschien dat je daar anderen in de comments ook weer mee kan helpen. Als je net even een tip hebt, kan je dit goed die nog even delen met de community. Maar in ieder geval nogmaals thanks voor het kijken en ik zie je in de volgende video. En dan ga ik in ieder geval ondertussen binnenkort even een weekje naar Malaga. Niet naar Malaga, Spanje, Zuid-Spanje. Malaga is later dit jaar. In ieder geval Spanje. Tot de volgende video.